God heeft de aarde en de mensen geschapen, dus ook de chemici. En chemici hebben goede uitvindingen gedaan, zoals kunstmest. Ze hebben slechtere uitvindingen gedaan, zoals buskruid. En vraag je nou wel eens af waarom God chemici geschapen heeft die slechte dingen uitvinden? Ja, kunstmest of buskruid, om maar eens een voorbeeld te noemen. Ja, dat is een belangrijke vraag die God hier stelt. Ja. Ik denk dat er twee dingen opvallen. Het eerste, de suggestie dat God mensen geschapen heeft die slechte dingen doen. Ik denk dat ten diepste God goed is en dat hij dus ook goede mensen heeft geschapen. Maar schepping is ook terugtreden, is ook een stukje terugtrekken in de zin van ruimte maken voor wat gemaakt wordt. Zoals een ouder zijn kinderen, de kinderen loslaat en ziet wat ze doen in de wijde wereld. En dan kunnen ze verschillende dingen doen. Dus ik denk dat het niet zozeer hier de schepper is, als wel wij die keuzes maken. En daar is kunstmest een prachtig voorbeeld van. Ja. He, je ammoniaksynthese is de basis. Frits Haber, de uitvinder, Nobelprijs, fantastische uitvinding. He, katalysatoren worden daar gebruikt. En wat kun je ermee doen? Je kunt er kunstmest maken en uiteindelijk, wat we nu doen, miljarden mensen mee voeden en onderhouden. Maar met hetzelfde ammoniak kun je ook explosieven maken en daarmee zijn miljoenen omgekomen. Nou zou misschien de collega zeggen, dan had God ons die ruimte maar beter niet kunnen geven. Ik denk dat het wezen van scheppen is ruimte maken. Als je niet ruimte maakt, kun je niet scheppen. Dan kun je alleen maar als ouders zeggen, geen kinderen. Interessant antwoord. Een God als een ouder. Maar dan roepen mij dat de vraag op, waarom deze specifieke ouderschapstijl? Het lijkt toch eigenlijk een ouder die redelijk op afstand staat. En een hoop verantwoordelijkheid legt bij het kind, dat wil zeggen bij ons. Nou ja, het antwoord dat we natuurlijk als christenen hebben is dat God ook zijn eigen zoon het lijden niet bespaard heeft. Laat ik eerlijk zijn. Niemand heeft dat, zelfs de Grieken die alles gefantaseerd hebben over goden. Het idee dat een God mens kan worden, niet zich vermomt als een mens, maar mens wordt, is compleet uniek. Absoluut iets geniaals op een bepaalde manier. Zolang God nog God was, kon hij op geen enkele manier iets geloofwaardigs zeggen over lijden. Ja, God is onsterfelijk. De enige manier waarop je als God een geloofwaardig antwoord hebt over lijden en dood, is om zelf dood te gaan. Er is geen andere manier om dat te doen. Dus het is als wetenschap kan ik alleen maar met grote bewondering kijken naar die oplossing. Hoe kan God het lijden verstaan als hij verslaan als hij onsterfelijk is? Er is maar één manier waarop je de dood kunt verslaan. Dat is om sterfelijk te worden. Ik denk ook, ik stel mezelf ook voor dat de dood, de duivel zeggen we dan, zich volkomen verrast heeft door de menswording. Volkomen verrast was van, hier kan ik niet tegenop. But I try to imagine myself as an atheist. And if I were an atheist, my biggest problem that I would have is the problem of good. Because I think that, you know, some deep intuition, I feel like there is good at the basic heart of our universe. And that there is good, that there's beauty, that there's justice that we can strive for, that are normative, if you will, that are the best of what our hearts tell us are true about the world. And I think if I were an atheist, I would have a hard time saying, where does that come from? And how is anyone's good any different from anyone else's good? I might come up with some utilitarian formula, but it would, to me, lack the real power of conviction. Maar het leed is alleen maar mogelijk omdat wij er zijn, omdat wij mensen zijn, omdat wij betekenis hebben. Als een ster ontploft, een hele planetenstelsel verwijdert en kapot maakt, dan noemen we dat geen leed. Ja, het is gewoon, zo gebeurt het. Maar als je iemand doodt, een mens, van zijn leven berooft, dan is het leed, dan is het kwaad. En dat bestaat alleen maar omdat wij mensen zijn. Als je zegt, mensen zijn alleen maar kwantumtoestanden, elementaire deeltjes, dan zeg je uiteindelijk ook leed bestaat eigenlijk niet. Het is gewoon illusie. En ik denk, in mijn geloof zeg ik, ja, leed bestaat echt. Leed bestaat net als liefde bestaat. Allebei zijn echt. En zonder leed is ook geen liefde daar. Is ook geen betekenis misschien. Is ook de mens niet mogelijk. God has given us as a gift the free will to make choices. Because otherwise our relationship with God and our relationship with others wouldn't be meaningful. If everything was programmed beforehand, then it wouldn't be meaningful that we had a relationship. We are not puppet on a string. Exactly. So given that, it's possible that people make bad choices. Yep. And sometimes those bad choices result in
terrible suffering. For example, the Holocaust is the result of bad choices of a group of people that who perpetrated tremendous evil and suffering upon a huge number of people. I think we understand that. The question is, what about things like earthquakes? What about things like disease? Why do we have these things if God is good? This is one of those things for which we really don't have an answer. And in fact, when I give talks about the relationship between science and religion, I usually end it with doubts. And this is one of the most important things. How is it? How can I believe in a God who is both good and powerful and involved when there's all this suffering in the world that isn't explainable by bad choices made by frigidly acting? And I don't have an answer. But you are still a believer. Yes. Without an answer. Yes. You can't believe without an answer? Yeah. Yeah? You can't believe without this doubt? Yeah. And I believe that, well, first of all, the scriptures are full of, maybe not full, but they have plenty of addressings of these kinds of things that we will not have the answers to. What does Paul say? Now we see in a glass darkly, then face to face. That what he's saying is, in this earthly existence, we will only get a little bit of an idea of the way things work, of the nature of God and the way that God interacts with us and what God wants of us. But when we are joined with God, as I believe we will be, when we die, in some way that I don't really understand, that then we will understand better. That will we understand everything perfectly? I don't know. We'll see. I've got a lot of questions about quantum mechanics too. I want to ask. So if I get to ask questions, you know, when I go to heaven, I'm going to be asking questions about quantum mechanics.